Dag allemaal, dit is het programma De Waard aan Tafel. Iedere twee weken zijn we er hier bij RTV Krimpen de Waard. Mijn naam is Dirk Molenaar en vanavond toevallig net als de vorige keer weer met Wendy van Buren. Ja, gezellig. We hebben een uitwissend leuke uitzending voor u voor de boeg met aandacht voor onder andere de voedselbank, senioren en overboeken. Maar we beginnen met een optreden van Jody Martin. Please, please don't ask me what we are. I don't know what I'd answer. If this was love, I think we would know. The more I push you away, the tighter you hold on, the tighter you hold on. Why would I come your way if it only hurts? And every time you hold me, I don't wanna get too close. You know how hard it is to let go. And every time you ask me if I've been missing you, I look away, cause deep down I know it's been a good run. And good isn't good enough, no, good isn't good enough. I need true love. Yeah, good isn't good enough, no, you'll be better off if I go. Late at night, sitting in my car, and I promise to come over, but I feel so lost thinking of us. The more I push you away, the tighter you hold on, the tighter you hold on. Why would I come your way just to break your heart? Now save it, it is lost on me. Cause every time I hold you, I don't wanna get too close. You know how hard it is to let go. And every time you ask me if I've been missing you, I look away, cause deep down I know it's been a good run. Now good isn't good enough, no, good isn't good enough. I need true love. Yeah, good isn't good enough, no, you'll be better off if I go. Cause I'm standing in your way. Yeah, you'll be better off if I go. Yeah, you knew I couldn't stay. Yeah, you'll be better off if I go. Still I'm grateful for these days. Now every time I hold you, I don't wanna get too close. You know how hard it is to let go. Hartelijk applaus. Jody Martin, hier aanwezig in de studio van de RTV Krimpen de Waard. U gaat nog veel over hem horen. In ieder geval in dit programma. Straks in de pauze hebben we even een praatje met hem. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan een aantal heren hartelijk welkom heten. Om te beginnen voor de kijkers links, Frits Bruwens. Als ik jou zie, dan moet ik in eerste instantie niet aan het onderwerp denken waar we nu over gaan praten. Want we gaan het nu hebben over de voedselbank Lek en IJssel. Maar dat komt omdat ik jou in de hoedanigheid van de belbus natuurlijk al een keer bij mij in het programma heb gehad. Ja, dus klopt. Jij vult je dagen wel, hè? Ja, ik vul mijn dagen behoorlijk, ja. Okay. Dat is waar. Voorzitter van de belbus, maar nu vanavond in de, met de pet op van de voedselbank Lek en IJssel. Secretaris. Secretaris. En ook van de belbus ben ik secretaris, geen voorzitter. Oh, sorry. Oké, okay. Ja. Bij de voorzitter. Okay, okay. En ik, een kleine correctie, dus voedselbank IJssel en Lek. Ja, wat we zeggen, ik zei het eigenlijk expres verkeerd. Omdat de meeste mensen nog steeds zeggen, Lek en IJssel, Krimpen de Waard. Maar het moet Lek en IJssel zijn, dan laten we dat vanaf nu dan gewoon allemaal goed doen. IJssel en Lek. IJssel en Lek. Mag ik niet Lek en IJssel zeggen? Nee, IJssel en Lek. Okay. Welkom in ieder geval. Dankjewel. Naast hem de reus van Lekke Kerk. Word je zo genoemd? Nee, gelukkig niet. Niet, maar toch 2,10 meter. Dan hoor je wel in ieder geval tot de top in Lekkerkerk. Jawel, ik ben de langste, ja. Bram Katsburg, ook hartelijk welkom. Voedselbank. Dan moet ik stiekem op te kijken. IJssel en Lek. Ja. Want ze hebben dat met Lek en IJssel geschreven. Daarom ik heb het gezien. Verkeerd. Ja, daarom ben ik ook verkeerde been gezet. Ja. Ook in het bestuur of van andere taak? Nee. Algemeen coördinator en coördinator voedselveiligheid. Welkom in ieder geval. Ja. En Nico van Schelven. Ja. Het Krimpen aan de Lek.
Dat bedoel ik. En wat is jouw functie bij de voedselbank? Ik ben sinds 1 september verbonden aan de voedselbank en ik ben coördinator acquisitie. Dus dat houdt in het werven van fondsen en vooral van middelen. Dus het onderhouden van klantencontacten en het aantrekken van nieuwe om bevoorradingen veilig te stellen voor de toekomstige groei. Ja, waarschijnlijk wel een commerciële functie altijd gehad. Dat heb ik vaak wel gedaan. Ja, daarom. Ja. Nou, dan glijdt dat gewoon zo lekker door. We hebben het over de voedselbank die in een aantal kernen is gevestigd. Dat is in Schoonhoven, in Lekkerkerk en in Stolwijk. In Stolwijk daar hebben we een aantal foto's van. Dat is jullie distributiecentrum. Jullie bestrijken natuurlijk een groot gebied. Hè? Maar we hebben het dus over de uitgifte in Lekkerkerk en Schoonhoven. Frits, om daar even mee te beginnen. Even een stukje historie van de voedselbank. Hè? We weten allemaal de prikkelen rondom de vorige editie van het hele gebeuren. Is dat nu helemaal definitief afgerond? Helemaal afgerond. Niemand heeft het er meer over. Er is nu één voedselbank en dat is IJssel en Lek. Dus gelukkig hebben we die periode achter de rug. En we zitten er nu 2 jaar. Dus dat betekent dat we ons in die 2 jaar al behoorlijk hebben kunnen manifesteren. Ja. Als je kijkt naar het idee achter het hele gebeuren, is dat jullie willen dat iedereen gewoon op een goede manier van voedsel kan voorzien. En het viel me op jullie website dat jullie praten over gezond voedsel. Hè, dat de mensen niet naar een junk overgaat. Maar in gedachten heb ik, maar het gaat toch om mensen die allemaal wat minder bedeeld zijn. Die gaan toch niet patat en frikadellen zitten eten? Nou ja, dat is heel goedkoop voedsel. Dus wat dat betreft, die neiging hebben mensen. Maar daarom staat ook in ons logo gezond voedsel voor iedereen. En dan 2 streepjes op de E. Dus echt voor iedereen is er gezond voedsel. En dat vinden wij dat dat ook noodzakelijk is. Vandaar dat in onze pakketten ook altijd heel veel fruit, groente en zuivel zit. Vers producten. Dat vinden wij van belang. Dus vandaar dat wij de mensen graag gezond voedsel willen geven. Ja. Bram? Als je kijkt naar het hele gebied, hè, we hebben dan 2 uitgiftepunten in Schoonhoven en in Lekkerkerk. Mm-hmm. Mensen bijvoorbeeld uit Gouderak, zijn die ook klant bij jullie? Ja. En is dat niet lastig dat die zo'n afstand moeten overbruggen? Nee, daar rijdt een auto op de woensdag en die worden bevoorraad op de woensdag. Okay, en dan wordt het bezorgd. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat de mensen maar dat de mensen die naar Stolwijk kunnen komen en willen komen, die komen dan wel. Stolwijk, op de vrijdag. Ja. Oké, dus op Stolwijk is eigenlijk ook een uitgiftepunt. Ja, niet alleen het distributiecentrum, nee, dus maar uitgiftepunt ook het uitgiftepunt. Ja. Als je kijkt naar de stroom van, nou, laten we maar zeggen, voedsel wat binnenkomt, zeg je van, nou, het is toch echt wel fantastisch wat we allemaal binnenkrijgen. Of zeggen we, nou, hier en daar, dan wringt het wel een beetje dat we een beetje magertjes moeten uitdelen. Nou, dat gebeurt wel eens dat je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet wat voor vastvoedsel ik deze week in de kratten moet doen, omdat ik de bodem zie van onze voorraad. Ja. En dan is het zover en dan krijgen we de kratten toch gevuld. En dat is het mooie. Ja, er zijn altijd weer mensen of kerken die weer doneren. En daardoor putten we het dus uit een hele grote bron. Ja. Ja. Heel veel mensen denken ook dat het voedsel van de voedselbank, nou, dat is van de supermarkt, dat is bijna over de datum. Die geven het maar aan de voedselbank. Een voedselbank of een leverancier die het uit de winkel haalt, mag het niet aan de mensen geven. Dus mogen ze het ook niet aan de voedselbank mensen geven. Ja, dat moet ook goed voedsel zijn. Ja. Nee, maar dat en daar letten we op. En als het over de datum is, dan wordt het afgekeurd en gaat weg. Ja. Mensen krijgen gewoon goed voedsel. Gewoon wat in de winkels ligt, krijgen zij ook. Ja. En Bram is onze coördinator voedselveiligheid. En als hij zegt afkeuren, geen discussie, dan gaat het weg. Ja, want jullie hebben ook een soort van vignet gekregen op het hele gebeuren. Hè? De groene accreditatie, wat houdt dat precies in? Nou ja, een supermarktketen. Als een Albert Heijn levert aan groene voedselbanken. Als je niet een groen label hebt, dan zeggen ze, ja, sorry, maar wij leveren niet aan jullie. Ja. En dat is Albert Heijn wil dat zijn producten ook goed terechtkomen. Ja. Dus wij willen ook dat wij ook groen worden en groen blijven. Dus wij hebben een systeem ingezet en dat draait goed en iedereen houdt zich daaraan. En je moet gewoon zorgen dat bij de mensen ook tussen de oren zit, want ik alleen kan het niet. Nee. Maar als de mensen meewerken, dan komt het ook goed en dan krijg je ook een goed cijfer. Ja. Nico, een stukje acquisitie. Op welke gebieden moet ik het allemaal precies zien? Nou, op dit moment zijn we drukdoende om een nieuwe hal te installeren in Lekkerkerk. Dan wordt het distributiecentrum in Stolwijk verlaten. En dan gaan we naar een veel grotere hal. Dus nu ligt de nadruk op het verkrijgen van materialen om die hal compleet in te richten. Ja. Betekent dat Stolwijk dan dicht gaat? Nee. Dat blijft een uitgiftepunt bestaan op een andere locatie naar alle waarschijnlijkheid. Maar dat blijft wel degelijk voor de Stolkse markt, zeg maar, blijft daar een uitgifte.